Wat ben jij vrolijk? Heb je Ellen wel gehoord gisteren? Ja, tuurlijk. Ik kan echt niet geloven dat ze de manege gaat verkopen. Hoe kan jij nou zo vrolijk zijn? Het was toch al maanden. Ik kan moeilijk zo gereinigd zijn tot die tijd, toch? Nou, Ellen zei dat het best wel snel ging. Werden dat we dan ook onze baantjes kwijtraken? Nou, we vinden vast wel weer een baantje bij de nieuwe eigenaar, toch? Nou, dat weet je niet. Nou, waarom zouden ze een nieuw iemand kiezen als wij de manege al kennen? Het komt echt wel goed. Nou, straks wordt het zo'n manege waar ik je voor heb gewerkt. Allemaal van die verwende caddies ontlopen. Die wel willen paardrijden, maar niet zelf hun ponies willen verzorgen en zelf opzadelen. Zolang blij dat we van caddy af zijn. Precies. Met die nieuwe eigenaar komt ze misschien wel weer terug. Ellen kan het gewoon niet maken om de manege te verkopen. Maar het is wel haar manege, hè? Ja, maar dan moet ze toch wel aan ons denken en aan de paarden. Hoe wil je het stoppen dan? Stoppen? Dat is een vet goed idee. We moeten Ellen gewoon overhalen om de manege niet te verkopen. Kom. Bent u nu al aan het inpakken? Ja, ik heb de nieuwe eigenaar gesproken en het gaat allemaal een stuk sneller dan ik gisteren eigenlijk dacht. Moeten we de manege echt verkopen? Ook goedemorgen, Daan. Ja, sorry. Goedemorgen, wat Daan probeert te zeggen is, het gaat allemaal nogal snel en kan het niet... Dat bedoel ik helemaal niet. Het gaat inderdaad vrij snel, maar dat is juist fijn. Fijn? Voor wie? De manege is alles voor ons, je kunt het toch niet zomaar verkopen? Nou ja, het is natuurlijk niet zomaar. Doordat ik deze heb kunnen verkopen, heb ik een nieuwe kunnen kopen. En voor een goede prijs. Ja, maar deze manege is zo mooi, waarom zou je deze verkopen? Ja, hier is geen groei mogelijk en ik heb grotere plannen. Kan dat dan niet over een jaar of zo groeien? Nee, dat kan niet over een jaar. De nieuwe manege is al gekocht en deze bijna verkocht. Ik moet nog wat laatste dingetjes regelen. Deze week komt de nieuwe eigenaar en die zal het contract tekenen. En dan zal waarschijnlijk volgende week al de overdracht zijn. Volgende week al? Wat gebeurt er eigenlijk met de paarden en de ponies? Die gaan natuurlijk mee. Wat heb ik aan een manege zonder paarden? Ja, en Storm dan? Sorry. Dat wilde ik je nog vertellen. Die gaat ook mee. Wil de nieuwe eigenaar Storm niet kopen? Je weet hoe zuinig de eigenaresse op Storm is. Ze vertrouwt eigenlijk alleen mij. Daarom wil ze dat Storm meegaat naar de nieuwe stal. Sorry jongens, ik heb nog heel veel te regelen. Met Ellen? Hé, Johan, jij zit toch in het buitenland? Het komt wel goed. Hoe dan? Meneesje is weg en dan nu ook zo meteen onze baantjes en Kate en nu Storm ook nog. Ik blijf. It hurts like so to let somebody go. Ze willen je meenemen naar een nieuwe meneesje. Wist je misschien al niet? Vast niet. Maar ze gaan je dus meenemen en dat kan ik toch niet laten gebeuren. Heb je gehuild? Nee. Ja, Storm gaat weg. Wat? Wat erg. Kan je je moeder niet tegenhouden? Nee. Als mijn moeder wat heeft bedacht, dan gebeurt het ook. Ja, en ze kan er natuurlijk niks aan doen dat Storm ook mee moet. Maar je kan toch tenminste proberen? Mijn moeder heeft die andere manege al gekocht. En het is ook wel een hele vette manege. Ja, het is super groot en nieuw. En ja, de locatie is ook heel chill. Ja, je kan zo het bos in en de duinen. En ik denk dat Storm dat ook echt heel leuk gaat vinden. Veel leuker dan hier. Wij kunnen natuurlijk ook gaan facetimen. Dan laat ik Storm zien. En er is een slaapzaal. We kunnen dus ook ponykampen gaan organiseren. En jullie kunnen ook gewoon komen logeren, want we blijven toch gewoon vriendinnen. Superleuk. Mijn moeder denkt dat we ook veel meer belangrijke wedstrijden kunnen gaan houden, want we hebben twee binnenbakken. Ja, dat klinkt wel leuk. Ik snap nog niet wat er leuk aan is dat Storm en Kate weggaan. Oh, ik moet mijn moeder helpen. Kijk, dit snap ik dus niet, hè? Waarom baalt Kate dan niet net zo erg als ik? Misschien omdat ze mee mag. Ja, maar wij niet. Nee, ik vind het echt stom. En oneerlijk. Ja, en stom. Echt stom. Had ik al gezegd dat ik het stom vond? I got my head out the sunroof. I'm blasting.
Kelly. Oh, sorry. Oude. Ik deed het niet expres. Nou, dat zou ik alleen bij die stomme Zoe doen. Als je dat doet, maak je er dan wel een filmpje van? Door die stomme trut mag ik niet meer op de manege komen en ben ik mijn baantje kwijt. Ja, en ik mijn vriendje. Is het nog steeds uit tussen jou en Stijn? Ja, maar ik hoef die sukkel ook niet meer. Hij stond toch altijd stom op foto's? Dat wij nu een rot leven hebben, is allemaal dankzij Zoe. Echt, ik snap niet wat Daan in Haag ziet. Ik wil die naam niet eens meer horen. Super Zoe. Bah. Weet je, eigenlijk is het niet eens een naam. Het zijn gewoon twee woordjes die ze aan elkaar hebben geplakt. Zo, wie? En het allerergste is dat ze er gewoon mee wegkomt. Met die akelige glimlach van haar en dat stomme positieve gedoe altijd. Echt, misschien moeten we... wraak nemen. Zoe, misschien hoeft ze helemaal niet weg. Huh? Wat Ellen toch hoort, Kate wil ook niet met haar praten. Nee, dat bedoel ik niet. We moeten ervoor zorgen dat de nieuwe eigenaar de manege niet wil kopen. Omdat er allemaal verborgen gebreken zijn. Allemaal dingen die kapot zijn. Dan gaat de koop niet door, dan hoeft Ellen niet weg en dan blijft Storm ook hier. Ja, maar er zijn helemaal geen verborgen gebreken hier. Nog niet. Hoe bedoel je? We moeten het laten lijken alsof ze er wel zijn. Ja, maar dat is saboteren. Dat gaat echt wel heel erg ver, of niet? Nee, Ellen zegt zelf altijd dat het door ons komt dat de manege er zo goed uitziet. En wat krijgen we terug voor ons harde werk? Trouwens, Ellen kan de manege alleen maar verkopen omdat wij de boeien zo mooi hebben opgeknapt en schoongemaakt. Hey. Ja, sorry, mam. Ja, kom er meteen aan nu, oké? Zo. Sorry, weg. Doei. We hebben het er straks wel over, oké? Ja, denk er nog even over na, ja? Doe ik. Omdat ik geen verandering hoef. Ja, misschien wel, ja. Is dat het? Ja. Ja, nou, dan ga je toch naar een of andere spannende... Oh, daar gaat het toch helemaal niet om? Waar gaat het dan om? Ik denk gewoon dat het niet werkt. Nee. Gisteravond, hè? Toen, Is Daan vandaag ook op de manege? Ja, waarschijnlijk wel. En Julia? Die heb ik ook al een tijdje niet meer bij ons gezien. Ja, ze heeft het druk. Nou. Ik hoop maar dat er niet al te veel verandert. Ook voor jullie. Met een nieuwe eigenaar straks. Ja, wil je ook? Hoop ik ook. Ja. Mam, heeft papa vannacht op de bank geslapen? Ja. Hij, het gaat even niet helemaal lekker tussen ons. Niet lekker, wat bedoel je daarmee? We gaan even een pauze nemen om te zien wat we nog voor elkaar voelen. Hoe kan je nou een pauze voor elkaar nemen? Nou, papa gaat even ergens anders logeren. En verder weet ik ook niet hoe het er precies uit gaat zien.
We zijn het gewoon over heel veel dingen niet eens de laatste tijd. Oké, maar hoe lang gaat die pauze duren dan? Dat weet ik niet, lieverd. Maar als je ruzie hebt, kan je het gewoon uitpraten, toch? Op dit moment is het beter als we allebei even nadenken, papa en ik. Als we praten, maken we alleen maar ruzie. Veel meer kan ik er ook niet over zeggen. Behalve dat ik het heel erg voor je vind. En dat we allebei heel veel van je houden. Nou, eet maar even door. Kan ik je zo naar de manege brengen. Daar is ze. Zoe. Wat is er? Ze ziet er nog steeds net zo arrogant uit als altijd. Kijk dan, ze zegt haar moeder nauwelijks gedag. Die denkt echt dat ze de ster van de manege is. Ik snap echt niet wat Daan in haar ziet. Of bedoel je wat zij heeft dat jij niet hebt? Of ben je niet meer op Daan? Nou, als iemand op zo'n dom figuur zoals Zoe valt, kan ik diegene echt niet serieus nemen. Ik vind gewoon dat Zoe niet mag wegkomen met wat ze ons heeft geflikt. Precies. Het wordt tijd dat Super Zoe eens een lesje leert. These burning flames, these crashing waves, wash over me like a hurricane. Oké, we hebben nog maar een paar dagen de tijd om de boel te saboteren. Dus we moeten snel met een plan komen, anders is onze kans voorbij. Ik dacht, wat nou als we wat deuren losschroeven of zo, zodat die scheef gaan hangen? Of we verstoppen overal wat paardenmes, zodat er overal vliegen zitten? Mm-hmm. Of we kunnen stormrols verven? Zoe? Vind je dat een goed idee? Ja, goed idee. Jij vindt stormrols verven een goed idee? Wat? Nee. Wat is er aan de hand? Ouders gaan misschien uit elkaar. Nee joh. Wat erg. Ja, mijn vader heeft vannacht op de bank geslapen. En ik hoorde ze ook weer ruzie maken. Nu hebben ze besloten om een pauze te nemen. Echt, als mijn ouders uit elkaar gaan, dan kan ik het helemaal niet aan als de storm straks weggaat. Daarom moeten we snel met een plan komen om de verkoop van de manege tegen te houden. Ja, je hebt gelijk. Misschien is het niet helemaal eerlijk voor Ellen, maar het is ook niet eerlijk voor mij als ik straks zonder storm ben. Weet je, ik zit te denken, hè? Waar houdt Zoe nou het meest van? Daan. Nee. Storm. We moeten Storm van haar afpakken. Hoe dan? Storm ontvoeren of zo? Dat is echt een vet goed idee. Dan zal ze pas echt bang zijn. Jij bent echt erg. We proberen een plan te verzinnen om de verkoop van de manege tegen te houden. Oh echt? Hoe dan? Dat weten we dus nog niet. Ik weet dat je het allemaal lastig vindt met Kate die gaat verhuizen en Storm. Maar daarom zijn we hier. Ik mag je komen helpen. Maar is dat niet vet verrijden dan elke dag? Ja, en daarom ga ik hier voorlopig ook wonen. En ik zou het natuurlijk heel leuk vinden als jij ook meeging. Dan kan je hier ook komen helpen. Werkt hij hier? Rafi? Ja. Ik snap wel waarom je het hier zo leuk vindt. Dan ga je mee. Weet ik niet. Misschien, maar ik wilde eigenlijk net gaan rijden, dus is het goed als we... Maakt het je niks uit dat ik hier blijf? Dat je mij hier gewoon achterlaat, boeit het je niks of zo? Als dat zo is, kan je me dat best wel vertellen, hoor.